dat brengt eigenlijk het bestuur tot een beslissing dat het niet verantwoord is om op dinsdag te gaan wandelen. We hebben natuurlijk 2 jaar geen vierdaagse kunnen hebben, dat doelde je op. En nou wil je beginnen en je denkt het wordt een vierdaagse en dan gaan we een driedaagse krijgen. En ik ga er wel vanuit dat dat gewoon kan komen. Aan de andere kant, een besluit wat zo voor de hand ligt, waar zoveel argumenten zijn om het te nemen. Namelijk gewoon, je kunt gewoon niet wandelen, ook niet als je het korter gaat doen of midden in de nacht nog vroeger gaat starten. Ja, dat maakt zo'n besluit ook wel wat lichter. Ik bedoel, ik denk de vierdaagse organisatie niet anders kan, met mijn volle 100% steun overigens. Enerzijds zeg ik natuurlijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen, ook bij het nemen van dit soort hevig teleurstellende beslissingen. Aan de andere kant zit het natuurlijk een beetje sentiment. Je hebt 2 jaar geen vierdaagse kunnen organiseren. Mensen zijn blij dat het weer kan. En dan moet je deze beslissing nemen omdat we met extreem warm weer te maken gaan krijgen. Ja, alsof er een vloek op rust.